Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Christina Ponywook. En ja, dan is er nu maar een hele korte update. Namelijk, ja, dat gaan we nu net doen via het nieuws. Want ja, koop stokjes en verdien hoofdstellen voor je Marwari. Dat zijn dan die hoofdstellen die je krijgt dan op die paden, voor als het goed is. En er staat hallo staf van de unieke Marwari is op Jovik aangekomen. Deze Indiaanse schoonheid heeft bijzondere gekrulde oren. Ken jij zoveel charme staan? Wil jij graag je eigen Marwari? Dan hebben we een speciale stalkingsactie waarmee je het paard van je dromen kunt kopen. Als je dit weekend een pakket van 1000, 2000 of 5000 stalkings koopt, krijg je er 3 Oosterse hoofdstellen bij die je in het spel op je Marwari kunt gebruiken. Zodra je een van deze stalkingspakketten hebt gekocht, sturen wij de hoofdstellen meteen naar je postbus in Star Stable Online. Je kunt Oosterse hoofdstellen alleen op de Marwari gebruiken. Bovendien kun je deze hoofdstellen pas vanaf level 12 gebruiken. Deze aanbieding is geldig tot 17 augustus 2020, 2 uur. En geldt niet voor mobiele betalingen of cadeaubonnen in de Star Stable Shop. Veel liefst, die Star Stable team. Ik ga naar de stalkingspakket. Ik wil kijken hoeveel het kost, anders doe ik het niet. Dan moet je echt serieus 22 euro gaan betalen. Anders wil ik daar echt niet aan uitgeven. Dat ga ik echt niet aan uitgeven. Het spijt me. Nou ja, dit was de update. Weet ook al iets wat we volgende week kunnen verwachten? Laatste nieuws, lees me. Kunnen we een nieuw paar inzetten? Wacht. Hoe is dat van me? Kunnen wij een nieuwe paard in ons hart sluiten? De unieke Marwari komt naar Jovik overal. Marwari. De Marwari komt uit India en is heel beroemd vanwege zijn bijzondere oren. Dit paard heeft naar binnen gekrulde oren, iets wat alleen maar voorkomt bij de Marwari en zijn nauwe verwant, de Katiyawari. Dit zeldzaam paard dat gezien wordt als het nationale paardenras van India komt voor in de meest uiteenlopende kleur en heeft vaak dezelfde glans die je ook bij de Akkaltheek ziet. De Marwari is zeer veelzijdig en wordt voor talloze shows en sporten gebruikt. Wat is het nu als een majesteitelijke Marwari? Wat vind ik? Je vindt aan 1 en verbindt aan 3 bij Starlight Guldenblok. 950 Starcoins. Welk level moet ik hebben? De Marwari in verbinding kan je meteen vanaf level 1 kopen. Voor de Marwari in Starlight Guldenblok moet je level 12 hebben bereikt. Moet ik mijn reputatie over nemen? Wat zou ik kunnen kleuren? Koffie voor Sooty Palomino. Met een gezicht dat op een das lijkt. Rood, bruin en luipaard. Zo nog iets anders wat ik weet. De Marwari heeft manen in 2 stijlen. Lange vloeiende manen en manen die zo kort zijn dat ze rechtop staan. De Marwari heeft ook een speciale beweging. Als je op de spatiebal drukt terwijl het paard stijl staat, maakt hij een elegante buiging. Maar dat is niet alles. Een Oosterse hoofdstel. Voor de Jovikaanse Marwari hebben we een heel bijzonder hoofdstel. Het Oosterse hoofdstel. Dit juweel van een hoofdstel is geïnspireerd op de breidels uit Azië en het Midden-Oosten. Maar dan op zijn Jovigiaans. Je vindt het hoofdstel dat verkrijgbaar is in verschillende kleuren in de totaalwinkel en in de winkel met paardenaccessoires naast Starlight Guldenblok. Voorlopig kun je het hoofdstel alleen op de Marwari gebruiken. Een video van. Oh ja, dit verwacht de volgende week. Het pad van het rode lint komt weer terug. Herhaling: het pad van het rode lint komt weer terug. Zie je een hele leuke week. Dikke kuf voor je Star Stable Team. En ik ga nu dus switchen over naar mijn computer of naar mijn laptop. En dan neem ik het op via. Ja, dan laat ik jullie de paarden zien als ik ze vind. Dus let's start it. We zijn op Star Stable. En ja, ik zag het paard net al. Dus laten we daarheen gaan. Ik hoop dat het nou wat minder lekker heeft. Hier staat het eerste paard. Het kost dus 950 de Marwari. Ik weet niet wat ik van dit paard moet vinden. Zandvlak van zijn tiffen. Ik weet niet wat ik van dit paard moet vinden. Wat vinden jullie? Laat het weten in de reacties. We gaan nu naar het Guldenblok. Want er staan er als het goed is 3. Dus dan gaan we ook met de trailer heen naar het Guldenblok. Dus let's go. En dat spijt me echt voor de lijn. En we zijn aangekomen in het Guldenblok. En we gaan bij de nieuwe Marwari, kijk al. Zie je al hier een staan? Dat is nummertje 1.
weet niet, het lijkt net alsof dat paard vies is of zo aan de onderkant. Als dat weg was, dat grijs of zo, dan had ik hem echt super leuk gevonden. Maar ik heb maar 471 stokken, dus dan niet zo'n bimperdep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 imperd
Er staan alle mensen. Deze kan op zich wel, denk ik. Die vind ik nog wel leuk, ja. Ja, die vind ik best wel nog leuk. I like it. En dan staat er hier nog 2 of 1. Hier de Palomino achter, maar die vind ik echt zo lelijk. Dus die ga ik sowieso nooit halen. Ik hou niet echt van Palomino's, dus ja. En dit waren de Marwanies of zo, of hoe dat heet. En je kan in de Total Shop kijken naar die. Opeens ging het weg. Ze gaan in de Total Shop. Ja, heb je voor je paard. Mag ik het wel kijken hoe dat zeg maar zit? Of. Ik mag het denk ik niet zien hoe het zit. Nee, dat mag niet. Oh, helaas. Maar dit zijn ze. Ik vind die eerste denk ik wel super leuk. De rest valt mee. Misschien ook nog de vierde. Misschien ook de vierde en de eerste zou ik wel nog leuk vinden. Ja. Dit waren alle dingetjes. Dus ja, dit is de nieuwe update van vandaag. En bij deze sluit ik op de video af. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vinden. En dan zie ik jullie bij de volgende update van Star Stable. En dan zie ik jullie woensdag weer bij een andere nieuwe video. Dus ja, bye!